Ja, we hebben gekeken. We hadden twee hele fanatieke supporters met Vlaar en Dost. En ja, was jammer natuurlijk. We hebben wel met een aantal spelers hebben gekeken. Maar ik denk dat het een hele knappe prestatie is om daar te komen. In de halve finale te komen. En als je dan tegen de nummer 1 speelt, ja, dan heb je een beetje geluk nodig. Maar ja, wat ik zeg, ik denk dat het een hele mooie prestatie is geweest. Wat ze daar heeft neergezet. Ja, ik hoop dat ze wel voor de training weer een beetje rustig zijn. Want ze zaten er behoorlijk. Nee, echt, ze waren er echt mee bezig. En dat is wel mooi om te zien.